Ja, dan loop je hier te wandelen. Ik wandel hier praktisch elke dag. En op een gegeven moment valt het me op dat een boom, die ik elke dag passeer en waar ik niks bijzonders aan zie, ineens helemaal licht is geworden, wit is geworden. En ik zal even laten zien, dat is deze boom. Kijk, hele kruin is wit. En ook een beetje spinnenwebachtige dingen zitten erop. Ik kom nu dichterbij. En mensen die een beetje hekel hebben aan gefriemel in andere dingen waar ze gril van worden, die kunnen maar beter niet verder kijken. Want dit is echt heel erg smerig. Wat er met die boom gebeurt, is vreselijk. Ik kom dichterbij nu. Sorry voor het schokken. En nou, hou je vast wat je nu te zien krijgt. Deze boom. Ja? Deze beesten zijn verantwoordelijk voor deze boom. Die helemaal naar de knoppen gaat. Ongelooflijk smerig. Ze kruipen in en om en over elkaar heen en ze hebben, ik weet niet wat ze doen, maar de hele boom maken ze dus wit. Smerig, ongelooflijk smerig. Gaan we naar boven. Kijk, zo wordt zo'n ding dus onder andere genomen. Ongelooflijk smerig gezicht. Zwarte en lichte, grote en kleine. Kijk.
Heb je die bossen gezien hier? Moet je kijken. Eens kijken. Ze verzieken die hele boom. Smerig, hè? Ja, die andere gaat er ook aan. Die gaat er ook aan, die staat ernaast. Ja, oh, wat erg. Ja, ik denk dat zal ik even opnemen. Dat kan ik op YouTube zetten. Jeetje. En ik zal de gemeente waarschuwen, want... Ja. Hier moet wat aan gedaan worden, anders wordt die hele laan aangetast. Miljoenen zijn het, hè? Ja, verschrikkelijk. Ik zag hem staan, dus ik dacht, ja, die dikke grijze boom. Ik wandel hier elke dag langs. En ineens is hij grijs. Ja, ik bedoel, want ik ben, kom nu dan twee keer even bij mijn vriendin. Van de week heb ik dat nog niet gezien. Nee, dit is gaat gigantisch snel. En ik denk dat morgen is die helemaal in de beurt. Oh. Ja.